De 59-jarige Amsterdammer Ron Band is terminaal longkankerpatiënt en ligt in het AMC. Hij heeft niet lang meer te leven en probeert van de tijd die hij nog heeft zoveel mogelijk te genieten. Als verstokte roker is Ron dan ook boos dat het ziekenhuis pas geleden besloot de rookruimte te sluiten. Voor zijn peukie moet Ron nu uitwijken naar buiten. Nee, hè? Ik heb terminale longkanker. En toch roken. Ik rook vanaf mijn 13e. Ik rookte op dat moment rookte ik 46 jaar. En het had totaal geen enkel nut meer om te stoppen. Nee, want, dat was te zien op de foto's en alles. En ik heb gewoon aan mijn specialist ook gevraagd van, hoe lang heb ik nog? En wat krijg ik extra als ik stop met roken? Niks dus. Dat je weet dat je terminaal bent, dan maak je toch wel bange en emotionele uurtjes door. En dan is dit troost, hè? En zelfs dat sigaretje, dat willen ze hier afnemen. Dat is het ergste. Willen ze je sigaretje afnemen? Nou, je mag niet meer roken hier dan. In het AMC niet. Prachtige rokersruimte. Die mag niet gebruikt worden. Er zitten hier elke avond zitten hier lotgenoten. Die zitten buiten te roken in de ijskou. Loopt er 9, loopt er hier in het rond. Ja, ik mag 9 zeggen tegen hem. Die is van de week in zijn tweede voet geamputeerd. Die moet buiten in de regen en in de sneeuw moet hij roken. Dat is toch te gek van woorden. Die kan even niet meer, hoor. Ze weten gewoon niet wat ze doen hier dan.